SZF Magazine, moet je zien. Het Staatsziekenfonds is er voor ons. Inderdaad, het Staatsziekenfonds is er voor ons, SZF Magazine, het programma van de afdeling PR-voorlichting van de Stichting Staatsziekenfonds. Goedendag en ik hoop dat u het goed maakt. Ik ben er steeds weer verbaasd over dat sommige verzekerden niet weten dat het adres, telefoonnummer en andere informatie op de achterzijde van hun pasje staat. Deze week was het weer raak en ik doe een beroep op verzekerden. Als u nog niet de tijd heeft genomen om te lezen wat er aan de achterzijde van uw kaart staat, uw SZF-pasje, wilt u dat alsjeblieft nog doen, alsnog doen, omdat er belangrijke informatie op staat. Wat de meeste mensen niet weten, is dat het adres en het telefoonnummer er staat. Stichting Staatsziekenfonds staat aan de Frederik Derbystraat 107 tot 111. Het telefoonnummer is 477-101. Het faxnummer 476-853. E-mail stgszf@sr.net. Website www.staatsziekenfonds.sr. Dat staat er allemaal. En er staat ook alle kosten gemaakt na de vervaldatum, aangegeven op de voorzijde van dit bewijs, zijn niet voor rekening van het SZF. De SZF-voorzieningen zijn alleen geldig in Suriname. Als u naar het buitenland gaat, zult u een andere verzekering moeten sluiten. Inschrijving bij de huisarts is verplicht. Anders kunt u geen gebruik maken van de voorzieningen, want de huisarts is de poort naar de andere dienstverleners. Relevante, dat zijn noodzakelijke, belangrijke wijzigingen, moet u direct doorgeven aan het SZF. En beschadigde verzekeringsbewijzen zijn ongeldig. Verder staat er dat kosten die voortvloeien uit de SOR, dat is de Surinaamse ongevallenregeling, of de WAM, de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen, daar staat het voor, niet ten laste komen van het SZF. Voor informatie over de voorzieningen en procedures van het SZF kunt u de afdeling PR-voorlichting raadplegen. Dat staat er, niet in de zinnen zoals ik dat heb genoemd, maar heel in het kort, staat die informatie aan de achterzijde van uw SZF-kaart. En ik hoop dat degene die het nog niet gelezen hebben, dat alsnog zullen doen, omdat het heel veel ongemak bespaart. En natuurlijk kunt u via onze website een schrijven sturen via het contactformulier. Elke dag krijgen we mailtjes, maar ik denk dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van deze faciliteit. Een van de mailtjes die we deze week hebben binnengekregen is van een verzekerde die in Nederland zit. Ik behoor tot een groep van verplicht verzekerden, maar ik woon al jaren in Holland. Desondanks wordt elke maand mijn SZF-bijdrage van mijn pensioen ingehouden. Een absurde regeling, want hier in Holland moet ik ook een ziektekostenverzekering betalen. Nu is mijn SZF-kaart vervallen, dat betekent verlengen. Dat wil ik wel doen. Welke bescheiden moet ik overleggen en kan dat ook digitaal vanuit Holland? Gaarne uw medewerking. En er staat een PS'je, postscriptum. Hetzelfde geldt straks voor mijn echtgenoot. Helaas heeft deze persoon verzuimd om de naam erbij te plaatsen en dat is jammer. Soms proberen we uit het mailadres iets te halen, maar in de meeste gevallen lukt dat niet, omdat er vaak geen volledige naam wordt gebruikt voor zo'n e-mailadres. De naam en de voornaam van haar echtgenoot is wel vermeld in het PS'je, maar als we in het systeem kijken, dan blijken er geen gegevens van haar erbij te zijn.
Belangrijk, verzekerden, bij het opvragen van informatie, niet alleen voor verzekerden hoor, maar voor alle anderen, via de website, het contactformulier zoals ik eerder zei. Wanneer u ons mailt, geeft u alstublieft voldoende informatie door, zodat wij op de juiste manier daarop kunnen reageren. En alstublieft ook persoonsgegevens, tenminste uw naam. En als u een verzekerde bent, uw SZF-nummer of uw geboortedatum, dan kunnen we in het systeem nagaan wie u bent. En ook een telefoonnummer, dan kunnen we u bellen als dat nodig is. Nou, nu ga ik even in op de vragen die deze mevrouw stelt, want de antwoorden kunnen ook voor andere verzekerden van nut zijn. Deze mevrouw vindt het een absurde regeling, maar het is de overheid die de regels heeft gemaakt en dit heeft ingesteld. Wat actieve ambtenaren betreft, er is een werkgevers- en een werknemersaandeel. Dat is dus de SZF-premie. En wat u goed moet onthouden is, de overheid is premieplichtig. Die moet voor alles zorgen. Ze betaalt maandelijks als premie 9% van de totale loonsom van de ambtenaren. En loonsom wil zeggen salaris plus alle bijzondere toeslagen. En van die 9% draagt de landsdienaar 4% bij. Maar dan alleen van het salarisdeel, niet van de andere zaken. De rest komt van de overheid. En of het nu gaat om de hoofdverzekerde alleen of met 1 of 3 of 10 medeverzekerde gezinsleden, de premie blijft 4%. Wat we vaak horen is dat de kinderen zijn uit huis en ik wil premiemindering. Dat gaat niet. Het is een bepaald bedrag, het is 4% en dat blijft gewoon. Gepensioneerden betalen ook premie, weliswaar minder. Maar dat is uit hun pensioen. We doen een beroep op de verplicht verzekerden om vragen te deponeren op de bestemde plek. Degenen die actief in dienst zijn, wil ik vragen bij onduidelijkheid of als er problemen zijn met betrekking tot de premie, moet u altijd contact maken met de afdeling personeelszaken van uw ministerie. Gepensioneerden kunnen terecht bij het Pensioenfonds Suriname aan de Hofstede Krullaan. Dat is een zijstraat van de Grote Combeweg, die een zijstraat is van de Henk Aronstraat op het end, voordat je het plein krijgt. Nu is mijn kaart vervallen, zegt ze. We vragen alle verzekerden om de vervaldatum aan de voorzijde van de SZF-kaart in de gaten te houden. Het staat, even kijken, vervaldatum staat in het midden. Gaat u op vakantie, maak alstublieft uw zaken in orde voor u vertrekt of vraag iemand die u vertrouwt om het voor u te doen, dat mag ook. Houdt u alstublieft de datum op uw kaart in de gaten. Welke bescheiden moet ik overleggen? Dat hangt af van de gezinssamenstelling. Familieboek, sowieso laatste loonslip voor mensen die werken. Gepensioneerden hebben het meestal gemakkelijk. Pensioenbeschikking, als ze die nog niet hebben ontvangen, een pensioenverklaring. Het gaat dus om personen die pas gepensioneerd zijn en meestal is de beschikking niet af. Nou, ze kunnen komen met een verklaring, geen financiële staat, want dat merken we ook. Met allerlei bedragen, dat is niet voor ons, dat is voor u. Maar met uw persoonsgegevens, uw persoonsnummer, geboortedatum, uw naam en vanaf wanneer u uit de dienst bent. Kan dat ook digitaal vanuit Holland? Helaas nog niet. Deze persoon moet iemand vragen om haar kaart voor haar te verlengen als ze niet in Suriname is. Ze betaalt
pensioen. Ze krijgt een pensioen en daaruit betaalt ze premie. En ze heeft recht op de voorzieningen wanneer ze in Suriname is. Want ik zei al, het staat op de kaart, de voorzieningen gelden alleen voor Suriname. Dat zijn nou eenmaal de regels. PS, hetzelfde geldt straks voor mijn echtgenoot. Nou, straks is nog heel lang, want de SZF-kaart van die meneer vervalt pas in 2017. Ik hoop dat ik met het behandelen van deze mail andere verzekerden nuttige informatie heb verstrekt. Nogmaals, let op de vervaldatum voor uw kaart. Dat is essentieel, omdat u anders heel veel ongemak kunt hebben. De mevrouw hebben we intussen geschreven. En als er iets niet duidelijk is, dan zal ze ons dat vragen via de mail. Of ze kan ook bellen. We krijgen vaak telefoontjes uit het buitenland. Heeft u klachten, vragen, onduidelijkheden, ideeën, dan kunt u ons schrijven. En natuurlijk blijft altijd de optie om contact te maken met het eerste aanspreekpunt van het Staatsziekenfonds. En dat is de afdeling PR-voorlichting. 477-101 is het centrale nummer. En er zijn een aantal toestelnummers. U hoeft niet te wachten op de telefonisten. 226 of 281 of 283 of 407 of 409 of 414 of in het uiterste geval het hoofd op 230. Dat was dus ten aanzien van een van de mailtjes die we hebben ontvangen. En ik maak gelijk wederom melding van de informatiebijeenkomst die het SZF binnenkort heeft met de personeelsafdelingen van de ministeries. Om informatie te verstrekken aan de personeelschefs of de vertegenwoordigers. En ook om te vernemen wat er speelt in het veld. Wat voor onduidelijkheden er zijn, zodat alles opgehelderd wordt. De informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 16 juli van 9:30 tot 12 uur in het CCS-gebouw aan de Henk Arronstraat. Dat is speciaal voor de PZ-afdelingen, ook HRM, van de verschillende ministeries. En dan even over Armoelof. Armoelof staat voor afbouwregeling, medische uitzendingen, lokale opbouwvoorzieningen. De uitzendingen worden zoals u weet afgebouwd en meer personen kunnen al enige tijd in Suriname worden geholpen. Het radiotherapeutisch centrum AZP is al een hele poos operationeel. En deze Armoelofregeling is een overheidsregeling. Dat betekent dat elke ingezetene van Suriname, niet alleen verzekerden, FZF-verzekerden, elke ingezetene kan na goedkeuring van de geneeskundige commissie van het ministerie van Volksgezondheid voor behandeling naar het buitenland worden gezonden. En het SZF is belast met de organisatie van de uitzending, de voorbereiding en alles wat de verzekerde of de patiënt moet weten voordat hij weggaat. En regelen. Dit weekend is de uitvoering van Missie 90 naar Colombia. Een vrij grote groep. We zijn heel dankbaar dat er hulp in het buitenland geboden kan worden. Minder prettig is wel dat het grootste deel van de patiënten kinderen zijn. 7. Het jongste kind is 1 maand en het oudste bijna 13 jaar. En het doet je toch wel wat. Maar het is fijn dat een kinderarts als ondersteuner meegaat. En we bidden en hopen dat alle patiënten, in het bijzonder de kinderen, de kleintjes, een goede reis zullen hebben. Daar begint het mee. Gelukkig is het deze keer een charter en wordt er rechtstreeks naar Bogota gevlogen. Dus hoeft er niet gestopt te worden onderweg. We wensen ze ook een vruchtbare behandeling en goede zorg in Colombia. Nou, daar zijn we van overtuigd. En dat ze na verloop van tijd helemaal gezond en wel terugkeren naar hun familie in Sweety Sranang. Het is natuurlijk niet prettig als je zo ver van huis bent, maar we wensen hen het allerbeste, veel liefs en we leven met hen mee. Dat was ten aanzien van Missie 90 naar Colombia.
en het gezondheidskompas van de afdeling voorlichting van het ministerie van Volksgezondheid. U zult de media via de media hebben gevolgd. Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid de Nationale Geneesmiddelenklapper NGK online gelanceerd. Via de website www.ngksuriname.org kan elke medische dienstverlener en iedere burger op ieder uur van de dag kennis nemen van de lijst van geneesmiddelen die nodig zijn voor de beste medische zorgverlening. U kunt op twee manieren in de NGK zoeken. Op naam, op de naam van het geneesmiddel, of door te bladeren langs de verschillende hoofdstukken. De middelen in de klapper voorzien in de gezondheidsbehoeften van het grootste deel van de bevolking. Ze zijn geselecteerd op basis van hun veiligheid en hun effectiviteit. Onder andere regels van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. De NGK moet op de eerste plaats een leidraad zijn voor personen binnen de gezondheidssector bij het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen en hoort in elke kliniek thuis en wel op een zodanige plaats dat ze op elk moment te consulteren is. Als u internetmogelijkheden heeft, dan kunt u de Nationale Geneesmiddelenklapper opzoeken op het net. Het kan via Google of een andere zoekmachine. Dat was dus het gezondheidskompas. Voordat ik de wachtdienstregeling aan u doorgeef, wil ik u erop wijzen dat er verschillende verantwoordelijken zijn voor de samenstelling van deze wachtdienstregeling. Voor de lijst van de huisartsen is de medische dienst van het SZF verantwoordelijk. De wachtapotheken, die lijst wordt samengesteld door de Vereniging van Apothekers. De tandartsenvereniging Suriname, die zorgt voor de lijst van wachttandartsen. En de lijst van wachtdierenartsen krijgen wij van de veterinaire inspectie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Mocht u vragen hebben, dan weet u waar u terecht kunt. En nu naar de wachtdienstregeling voor zaterdag 5 juli, het weekend. 5 juli tot maandag 7 juli, 6 uur 's morgens. Paramaribo Wanika, Dr. T. Wong, kliniek Eddy Brumastraat 68, vroeger heette die Weidestraat. Telefoon 473-288. Woning, telefoon 854-8512. Dr. R. Dampat, kliniek Sunil Gokulweg 4. Dat is een zijstraat van de Vandana Gokulstraat. Ook Helena Christinaweg. Dat is Pad van Wanika. Telefoon 368-652. Woning, telefoon 861-4695. En Joshua Medical Center, Dr. J. Rassam. In Joshua Medical Center aan de Van Roosmalenstraat 31, telefoon 420-279. U merkt het, Joshua Medical Center heeft dit weekend de reguliere beurt. Dus wijzen we u erop dat er 3 artsen in de wacht zijn in plaats van 4. Houdt u daar alstublieft rekening mee. We gaan naar Nikeri, Dr. G. Hemraj. Is de wachtdokter, kliniek RGD Polyquarantijnpolder, telefoon 231-962. Woning, telefoon 222-175. En dokter S. Manna, kliniek RGD Polygroothenaarpolder, telefoon 234-172. Woning, telefoon 234-192. In Saramaka, dokter J. Mahabir, kliniek Gezondheidscentrum Groningen, telefoon 327-169. Woning, telefoon 856-1112. In Kommerwijnen, dokter S. Narayan. Kliniek Oost-West Verbinding 23, telefoon 354-644. Woning, telefoon 354-644.
972 of 889-3493. Woont u in Coroni of Marowijne, dan kunt u naar een van de desbetreffende RGD-artsen in de wacht. De spreekuren zijn nog altijd zaterdag en zondag van 9 tot 10 uur 's morgens en van 5 tot 6 uur 's middags. De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerden dienen hun geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De apotheken in de wacht van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 juli. Apotheek Rafeka in de Hermitage Mall, unit 222 aan de Lalaroekweg, telefoon 493-775. Open van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. De apotheek van de regionale gezondheidsdiensten Geirsvliet, Wongse Regiostraat 2, telefoon 454-917. En Dieter Lelydorp, telefoon 0366-125, zijn open van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Apotheek Ossan aan de Kwattaweg 200, telefoon 440-420. Of 440-363 of 442-535 is open van 7 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. En voor alle apotheken gelden deze tijden ook voor de zon- en feestdagen. De volledige wachtdienstregeling kunt u nog altijd vernemen via ons servicenummer 148. En ook via de dagbladen, radio, tv, website, Facebook, Surifeeds en Whatto. Dat zijn applicaties voor BlackBerry en Android toestellen. En dit is nog altijd een public service van het SZF. De uitzendtijden van SZF Magazine via de STVS vrijdagavond na het journaal van 19:30. De herhaling is zondagmorgen om 22:30. Rasonic TV, vrijdagavond omstreeks 18:30. En Garuda TV op de zaterdag omstreeks 19:00 uur 's avonds. Einde SZF Magazine voor dit weekend. Ruim 10.000 MULO-leerlingen zijn woensdag gestart met de eindexamens. Voor de derde klassers is er het toelatingsexamen, VWO, HAVO, NATIN. De vierde klassers doen vanzelfsprekend daaraan mee. Heel veel succes. Nog even doorbijten. Ouders, leerkrachten, andere volwassenen. Ondersteunt u de kinderen. Laat hen goed uitrusten. Gezond eten. En bewegen hoort er natuurlijk bij. All the best. Let goed op uzelf en op de kinderen. Goedendag. SZF Magazine, heb je gezien? Het staatsziekenfonds is er voor ons.